De kijkers van Big Brother zijn momenteel getuigen van een heuse strijd tussen twee kampen. De groep is volledig in twee gedeeld en de rivaliteit lijkt elke dag groter te worden. Ook Basiri ziet het met lede ogen aan. Voor zover ik weet, heb ik nooit een kant gekozen. Ik stond altijd zowat in het midden, reageert hij. Ik kwam op vlak van emoties wel goed overeen met Tyron en Doriana. Maar dat had niets te maken met het spel. Ik heb ook een paar keer aangegeven dat ik echt het scheid krijg van al dat gedoe met die kampen. Fluisteren, weggaan uit een kamer omdat een bepaalde persoon daar zit. Ik irriteerde me er enorm aan. Hij deinsde er niet voor terug om er iets van te zeggen tegen zijn medebewoners. Ik durfde zeggen, er zijn twee kampen aan het ontstaan, er zijn slangen in het spel. Stop daarmee, buiten de game room kunnen we het nog even bespreken als je wil, maar daarna genieten we weer samen. Daar hadden veel mensen het moeilijk mee, omdat ze alles persoonlijk opnamen. Als er iets gebeurde in de game room, praten ze plots buiten de game room niet meer met elkaar. Maar buiten het spel zijn we allemaal even goede vriendjes, dus vergeet dat gewoon, vindt Basiri.